Goedemorgen allemaal. Vandaag is het Wereldloodgietersdag. Dus ik dacht, laten we eens een kraan gaan tekenen. Doe je weer mee? Ja, een waterkraan. Hoe gaan we die nou eens even tekenen? Eens even denken. Ja, je hebt allerlei verschillende kranen natuurlijk. Laten we eens beginnen met de bovenkant. Met een bolletje. Nou, het draaimechanisme om de kraan open te draaien. Zo. Ja. Zo. Er zit hier nog een tuut aan. En hier zit natuurlijk ook een uiteinde aan. Hiermee zit het in de muur. Of ja, nou stroomt hier het water uit natuurlijk. Hè, zo. Nou, ik vind het zelfs mooi. Je kan hem nog een blinkje geven. Zo. Hier misschien ook op. Het schaduw. Zo. Waar is de lijn wat dikker? Zo. Soms heb je hier ook nog eens dat het aan de je nog iets anders op kan schroeven. En weer zo de muur. Dat kunnen natuurlijk stenen zijn zo. Nou goed, dat gaat niet om de stenen, het gaat om de kraan. En als ik het zo teken, dan klopt het ook niet, want dan zou het doorlopen natuurlijk erachter. Maar goed, je hebt een idee van een kraan. Hier nog even de schaduw, waren we bijna vergeten. Zo. Ik zou zeggen, succes en ik zie jullie morgen in de volgende video.